Op 11 november om 8 uur 's morgens ontvingen we een radiobericht van het hoofdkwartier. Daarin werd gezegd dat om 11 uur die ochtend de vijandelijkheden zouden worden stopgezet, maar er geen verbroedering ofzovoort mocht plaatsvinden. 11 uur kwam en plotseling stilte. Het was aanvankelijk moeilijk te geloven dat de oorlog voorbij was. Pas om 11:30 realiseerden we ons dat het niet meer nodig was om onze helmen en onze gasmaskers te dragen.